Morgenavond speelt zich in de Kuip een, in de woorden van de sportpers, beladen duel af. Mijn verzoek is of jullie heel netjes kunnen spelen. Jouw verzoek? Tegen Porto, ja. Of jullie heel netjes willen voetballen tegen Porto. En wij gaan zo spelen zoals wij altijd spelen. Ik wil geen elleboog zien, hoor. John de Wolf, okay. Denk je erom? Zeker weten. Nog niet een halve, nog niet een beweging zelfs. Ik wil het niet zien, hoor. Dan kan ik niet zo goed binnen blijven. Nee, ik wil het niet zien. En als jij gewoon weer een klap voor je kop krijgt, dan moet jij gewoon denken, hij weet niet beter. Neem er afstand van. Sta erboven en wat kan jou het schelen? Ja, dat is jouw mening. Van Gobbel. Ik bedoel te zeggen dat als jij die schop van achteren krijgt, van die Portugees, dat jij denkt bij jezelf, ik doe niks terug, daarvoor heb ik te veel innerlijke beschaving. Ja, dan doe ik niks terug, nee. Nee, maar als ze jou een klap geven, de Portugees, ja. Dan denk je gewoon van, ik keer ook die andere wang toe, zal ik maar zeggen. Oh, dat hij daar ook een klap op krijgt? Ja. Ik zal het proberen. Dan maar geen Champions League, maar dat wij wel met opgeheven hoofd door Europa kunnen blijven lopen. Dat wij trots kunnen zijn op een keurig netjes Feyenoord. Maar ik ga er wel hard in. Beschaafd Feyenoord. Ook Henk Vrezer kreeg bezoek van deze gedreven getuigen van Jehovah. Dat als je bijvoorbeeld die klodder tussen je ogen krijgt van die Portugezen, die spuugt zo'n grote klodder tussen je ogen, dat je daar dan gewoon boven staat. Sta erboven. Boven staan. Juist, dat is hem. Sta erboven. Beloof je me dat? Moet ik het echt beloven? Ja, je moet het beloven, ja. Ja, dan beloof ik het. Je belooft het? Wil jij je hand op de bal leggen? Ja. En mij nazeggen? Ik, Henk Vrezer. Ik, Henk Vrezer. Verdediger van Feyenoord. Verdediger van Feyenoord. Ik beloof. Ik beloof. Dat ik morgenavond... In de wedstrijd Feyenoord-Porto. In de wedstrijd Feyenoord-Porto. Mij heel netjes zal gedragen. Mij heel netjes zal gedragen.